Drie weken geleden sprak ik de projectmanager van Condor Wessels Projecten over stadsblokken Meinerswijk. Vandaag is het de beurt aan de burgercoalitie, degene die zeggen nee tegen het plan. Ik ben in het Veerhuis en wees welkom bij Dit is Arnhem. Ja, het was natuurlijk de bedoeling om door het prachtige stadsblokken Meinerswijk te gaan lopen voor een interview. Maar we zijn er binnen uitgeweken naar het Veerhuis, de enige horeca hier in Meinerswijk. Om te beginnen, hoe kijken jullie tegen dit gebied aan? Ik zie dit gebied als een prachtige, ja eigenlijk ongeslepen diamant. Het ligt perfect in het centrum van Arnhem. Het is al mooi, het is rustig. Er zijn al allerlei natuurwaarden te vinden. En het kan nog veel mooier worden. Eigenlijk zie ik het als een gouden kans op een plek waar nog veel mensen niet komen. Maar misschien later wel. Nou, ik begrepen Maarten dat jij hier woont. Ja, vanuit mijn huiskamer zie ik het elke dag. En ik ben er een beetje toevallig terechtgekomen. Maar ik ben in de 11 jaar dat ik hier nog woon het gebied enorm gaan waarderen. Voor een deel omdat ik hou van de grens van water en land. Ik woon in een woonark. Maar ik heb het ook leren ontdekken met alle kwaliteiten die het heeft. Er zit een heleboel cultuur in. Er zit een heleboel natuur ook in. Recreatie. En dat zijn precies de dingen. Maar er komen waarschijnlijk nog op die in de gebiedsvisie ook benoemd zijn. Ja, daarom waardeer ik het hier. Ja, die gebiedsvisie die is al geschreven in 2012... Weten jullie wat daar precies in vermeld staat? De gebiedsvisie is inderdaad in 2012 vastgesteld. Door een heleboel mensen onderschreven. Dat is het mooie ervan. Heel veel organisaties en burgers aan meegeschreven. En daar staat eigenlijk in, het is een soort ontwikkelkader voor het gebied. Zowel het natuurgebied Meinerswijk als de noordpunt van Meinerswijk, waar de plannen van KWP over gaan, als ook stadsblokken, om dat in de vaart en volkeren mee te krijgen. En het doel was eigenlijk om daar vooral een prachtig uiterwaardepark van te maken voor iedereen met culturele en recreatieve activiteiten. Volgens mij zeg ik het zo goed. Ja. Inmiddels zijn we 4 jaar verder, 2016. Nu is sinds april KWP, Condor Wessels Projecten, de eigenaar voor een deel van stadsblokken Meinerswijk. Daar wordt natuurlijk gesproken in zijn uitwerkingskader over woningbouw. Ongeveer zo'n 1% van het totale gebied. Ja, eigenlijk schrikt de burger in Arnhem daarvan. De Arnhemmer vindt, ja, woningbouw, wat zijn ze van plan? Hoe reageren jullie als burgercoalitie daarop? Ja, we zijn uitermate teleurgesteld dat zoiets fundamenteels als geen woningbouw wat in de gebiedsvisie staat, dat ineens is losgelaten. Het is echt als nieuwe functie toegevoegd aan het concept kaderstellende nota waar we dan voor kunnen stemmen op 30 november, voor of tegen. En wij vinden dat echt zo'n ontzettende gemiste kans dat je nu juist woningbouw wilt hebben. Dat is eigenlijk nooit. Men wilde dat eigenlijk nooit erin hebben. Het is ook wat Maarten zegt. Het is ook helemaal niet nodig om woningen te bouwen. Dus wij vinden het echt zonde. En je zou het uiterwaardepark veel mooier kunnen ontwikkelen zonder die woningbouw. Maar dan zegt KWP op haar beurt, je kunt het gebied niet verder ontwikkelen, financieel ook in die zin, als er geen woningbouw komt. Ja, dat is voor rekening van KWP. We hebben ook steeds geroepen, ook voordat we een referendum dachten nodig te hebben in de gesprekken met de wethouder, laat die financiële onderbouwing zien waarom dat alleen maar met woningbouw gerealiseerd kan worden. En daar hebben we nog steeds geen antwoord op gekregen. Het is wel zo dat we inmiddels Kloppend Startshart hebben opgericht, stichting en oprichting, waarbij we een plan hebben uitgewerkt, ook hebben gegeven aan wethouder en fracties, waarin we laten zien dat het gebied prima ontwikkeld kan worden, ook op een organische manier zoals het in de gebiedsvisie staat, zonder dat hier woningbouw erbij zit. Dus dat kan echt. En dan zou je volgende vraag misschien zijn, maar die stel ik dan maar vast. Waarom zegt KWP dan dat het zo gaat? Nou, waar nu het referendum over zal gaan, is eigenlijk een overeenkomst tussen de gemeente en de eigenaar, KWP, waarin ze hebben gezocht naar elkaar, hoe kunnen we het probleem gaan oplossen dat er straks weer
niks gebeurt. Want daar is iedereen het meest bang voor. En ze hebben elkaar gevonden in het voorstel wat de wethouder nu in de raad gedaan heeft. En daar staat dus wel woningbouw in. En dat is eigenlijk de crux ook, hè, van heel het uitwerkingskader. Want je hoort niemand echt in de stad over uitbreiding van de natuur of de komst van recreatie. Maar dat woningbouwverhaal is dus het heikele punt. Moeten we ons daar nu op gaan concentreren als het gaat over het referendum? Of zijn er nog meer dingen die we in ogenschouw moeten nemen? Woningbouw is inderdaad het punt voor ons ook, omdat het niet nodig is, maar ook omdat het niet afgesproken was met de burgers van Arnhem. En ook omdat, ja, nog om veel meer redenen eigenlijk, want ze gaan dan woningen bouwen in het winterbed van de Rijn. En dat hebben we eigenlijk al jaren geleden afgesproken dat we dat niet meer zouden doen. Wat is het winterbed? Het winterbed is zeg maar het uiterwaardegebied tussen de twee winterdijken in. Je hebt er nog wel een zomerdijk die kan overstromen, maar de winterdijk, het stadsblokken ligt voor de winterdijk. En kan dus, maakt eigenlijk in zich heel deel uit van het bed van de Rijn. Als bij extreem hoog water kan ook stadsblokken weer onder water komen. Net zoals in 95 en 96 is gebeurd. En op het Delta-congres van afgelopen, volgens mij was het 3 november, is ook echt gezegd: mensen, we moeten in Nederland flexibel zijn en blijven. En moeten ook zorgen, mochten onze marges qua rivierveiligheid scherper moeten worden gesteld, moeten we die marges hebben. Als je nu straks een woonwijk of een woonbuurt, of hoe je het dan ook wel wilt noemen, die woningen gaat bouwen, dan neem je eigenlijk, dan soupeer je eigenlijk al je mogelijke ruimte al op voor toekomstige maatregelen aan de rivier. Ja, en dat is ook, dan loop je al voor op iets. Ja, misschien moeten we over 20, 30 jaar weer zeggen, al die woningen moeten weer weg. En of wie gaat die evacuaties betalen? Je moet als stad wel kunnen vooruitzien. En je moet meegaan ook met de Europese en landelijke regelgeving. En dat wordt onder andere ook hier niet meegenomen. Ik woon en werk in de stad Arnhem. En dan hoor ik heel veel over problemen die het verkeer zou kunnen oproepen. Je bedoelt als er een woonwijk staat, ja, op stadsblokken. Ja, dat is natuurlijk ook een gevolg, want men spreekt wel alleen maar van de huizen. Maar je hebt natuurlijk inderdaad de mensen. Die mensen moeten er in auto's naar hun huis toe. Er moeten wegen komen. Je moet een heleboel ontsluiten. Er moet misschien ook een supermarkt komen. Je krijgt natuurlijk een toeloop op dat gebied. En daarmee krijg je ook een verstoring in het gebied. En dat is zonde voor het gebied wat er omheen ligt. Natuurgebied Meijnerswijk, waar je natuurlijk ook de druk op legt. En je ontneemt van stadsblokken ook de kans om er een stadspark voor iedereen van te maken. Wat de originele intentie was. En daar is die dat burgerparticipatieproces heeft daartoe geleid. Van nee, we willen daar een gezamenlijk terrein voor alle Arnhemmers. En dat is niet als je daar een woonwijk plaatst. Want dan is het een gezamenlijk terrein voor de mensen die daar wonen. Het leek alsof je een aantal weken niks hoorde over het referendum, de inhoud. En nu zie je van alle kanten toch wel dat mensen zich groeperen, zoals jullie onder andere als burgercoalitie. Ook de politiek begint van zich te laten horen. Dat is eigenlijk hartstikke nodig, want weet iedereen wel waar het om gaat? Dat is een belangrijk punt. En voor veel Arnhemmers is het nog steeds een ver van mijn bed show. In de aanvraag van het referendum hebben erg veel mensen gesproken. En dan was een van de vragen van, bent u een Arnhemmer? Ja. Bent u kiesgerechtigd? Ja. En dan ging het verder. Kent u stadsblokken? Meijnerswijk? Nou, heel veel mensen hebben nooit van gehoord. En als je dan zegt, als u nou over de Vrosbrug rijdt, zei ze, wat is de Vrosbrug? En u kijkt naar het westen, over het westen. Nou, veel mensen hebben geen idee. Maar als je dan zegt, is het groene gedeelte tussen Arnhem-Noord en Arnhem-Zuid, waar de Rijn langs stroomt, kent u dat? Ja. En wat vindt u daarvan? Prachtig. En dan gaat het ineens leven. Maar alleen de naam en de betrokkenheid is lang niet zo groot als we eigenlijk wel denken. Andere kant, door alle aandacht die het heeft gekregen met het referendum, ik woon daar, ik zie dat, is het veel drukker geworden. En de bekendheid neemt heel snel toe en daar ben ik erg blij mee. Het is kostbaarheid in Arnhem waar veel meer mensen van moeten kunnen genieten. En die ontdekken het nu. Die ontdekken het nu? En je zou zeggen, goh, waarom niet vroeger? Maar nu krijgt iedereen natuurlijk zo'n biljet, zo'n stembiljet in de bus. En 30 november is het dan zover, dan is het referendum daar. Jullie hebben als burgercoalitie gisteren een debat gehouden over stadsblokken Meijnerswijk. Hoe kijk je daarop terug?
Nou, het was wel even slikken eigenlijk. De felheid in het debat heeft me wel een beetje verbijsterd. En de reacties van een aantal raadsleden vond ik erg pittig onze kant op. En wat mij ervan is bijgebleven is dat het erop lijkt, en zo uit de gemeente zich ook, dat er geen alternatief is. Men zegt bij de gemeente steeds, ja, het is dit plan of anders industrie. Nou ja, dat is toch een beetje volksvlakkerij, want dat is het natuurlijk niet. Er zijn ook andere mogelijkheden om een gebied te ontwikkelen. Je hoeft niet per se dat te doen wat een projectontwikkelaar doet. Want ik had ook een beetje het idee dat je zo van, ja dit krijgen we nu aangeboden, dus laten we het maar doen. Terwijl ik denk, ja, mijn gemeente moet zelf in charge zijn. Die moet de regie hebben. En ze hadden de regie door de gebiedsvisie. En daar stond geen woningbouw in. En die geven ze zo uit handen. Dus, en ik vond de reacties, het was vrij, er waren een paar hele felle debatten. Dat heeft mij wel verbaasd eigenlijk. Ja. Hoe was dat voor jou, Maarten? Was jij er gisteren ook bij? Ja. Ik zou bijna zeggen, boosheid was een belangrijk onderdeel. En dat was ook over en weer. Ik heb het zelf onder woorden gebracht. Mijn eigen boosheid gaat vooral over het feit dat ik als burger met heel veel andere burgers me heb ingezet voor een kostbaar stukje Arnhem, dat er een besluit uit is gekomen met een breed draagvlak onder veel Arnhemmers, echt honderden mensen hebben meegedaan, en dat daarna een tijd stil is geworden en dat de projectontwikkelaar nu het gebied heeft gekocht, die eerst verklaarde, ja, ik heb iets gekocht en ik wil wel bouwen, maar ik weet niet of dat lukt en misschien gok ik en verlies ik, dan moet ik dat nemen. Inmiddels is die omarmd en binnengehaald door mijn eigen gemeente, die ook mijn gebiedsvisie heeft vastgesteld. En die geeft alle ruimte, in ieder geval heel veel ruimte, terwijl we in de gebiedsvisie en het participatieproces heel andere dingen hebben neergelegd, serieus daarover hebben gesproken. Dus ik voel me als burger aan de kant gezet en genegeerd door de gemeente, die aan de andere kant de mond er vol van heeft. Burgerparticipatie, burgerkracht, van wijken weten. Nou, Malburger West, de wijk waar het gebied bij valt, nooit benaderd door de gemeente, niet benaderd door de eigenaar van door KVP. Ze hebben ze uitgenodigd, maar ze zijn niet uit zichzelf gekomen. Dus die boosheid zit er zeker ook achter. En de andere boosheid is zeker over de inhoud dat woningbouw niet de afspraak was. Dus het ene is het negeren van Arnhemmers die zich hebben ingezet, waar ik er een van ben. En het andere is op de inhoud precies datgene mogelijk maken waar we juist zo over hebben gepraat, dat dat niet nodig was en niet zou moeten. En dat dreigt nu toch te gebeuren. Dat is mijn motivatie om in dit referendum mee te doen. Om te kijken of we zoveel mogelijk mensen nee kunnen laten stemmen. En niet omdat we altijd overal tegen zijn, maar dat is wel makkelijk om dat te verklaren. Maar juist om die andere ontwikkeling waar Greta het al over had, echt een kans te geven. Om nu eens en voor altijd af te rekenen met projectontwikkelaars die ze vergrijpen in de schatkamer van Arnhem. Die het goud waar we het wel eens over hebben, opsoeperen voor hun eigen winst. Terwijl de winst zou moeten komen bij de Arnhemmers door ervan te genieten, door erin te kunnen zijn. En niet alleen voor die 600 mensen die er gaan wonen. Het referendum is aanstaande, 30 november. We zeiden het al eerder. Wat verwachten jullie? Dat is een lastige, dat is natuurlijk koffiedik. We hebben de statistiek van de 25 referenda, als je ze allemaal zo mag noemen, want er zaten wel verschillen, zijn er 24 gewonnen door de aanvrager. Dus volgens de statistiek maken we een goede kans. Maar dat hebben we natuurlijk helemaal niet in de hand. Dus het blijft koffiedik. En ja, het is het moment nu, dit interview, nog maar een paar uur nadat er in de Verenigde Staten ook een president is gekomen, die volgens de statistieken en de verwachtingen het niet zo zijn geworden. Het kan zomaar gebeuren. Maar wij verwachten in ieder geval dat onze boodschap bij veel meer mensen bekend zal worden. Daar zullen we echt ons best voor doen met eerlijke argumenten. En we hopen dat we dan ook mensen bereiken daarmee. En dat het woord empowerment ligt een beetje voor in de mond. We hopen dat allerlei Arnhemmers die we gesproken hebben, die eigenlijk afstand hebben genomen van de politiek, die het soms een bananenrepubliek noemen, van ze doen maar, wat jij ook net zei, dat we die toch weten te vinden en te bereiken om hun stem uit te brengen en het een kans te geven om het te ontwikkelen zonder die woningbouw. Want daar hebben juist die Arnhemmers, die burgers, zo hard voor geknokt. En die moeten we weer zien te vinden. Maar als er nou een heleboel ja-stemmers gaan komen, die toch ergens op het laatste moment gaan stemmen. Want zo gaat dat vaak met het stemmen, hè? Wat dan?
Wat ook belangrijk is om te weten nog, en ook voor mensen die erover denken wel of niet te gaan stemmen en wat dan ook. Het is een raadgevend referendum. Dat wil zeggen dat wat de uitkomst ook is, dat de gemeenteraad het in overweging zal nemen. Een aantal fracties heeft al gezegd dat ze de uitslag zullen accepteren en daar consequenties aan zullen verbinden. Wie dat exact zijn, dat doet er nou eventjes niet toe. Maar ze hebben die verplichting helemaal niet. Er is ook geen opkomstdrempel meer, dus het aantal Arnhemmers wat gaan stemmen is niet bepalend voor de geldigheid. Het is natuurlijk wel zo dat als er heel veel Arnhemmers nee of heel veel Arnhemmers ja gaan zeggen, dat het wel een ander beeld geeft dan dat er maar heel weinig mensen komen. Dus wij moeten proberen Arnhemmers nogmaals te motiveren sowieso te gaan stemmen. Veel mensen op de been, dat is belangrijk, ook al is die opkomstdrempel er niet. Maar wat er de raad ermee zal doen, dat is nog helemaal de vraag. Ja, we komen natuurlijk net uit de crisis en het gaat dan vaak over geld. Nu zegt KWP, wij hebben die woningbouw die woningbouw is noodzakelijk voor de ontwikkeling van de rest van het gebied. Hè, voor het ontwikkelen van natuur en recreatie. Maar wat is de onderbouwing voor de burgercoalitie om te komen tot datzelfde doel, maar dan zonder woningbouw? Als het zover zou komen dat woningbouw geschrapt wordt van uit elkaar te stellen notitie, heeft dat consequenties voor de waarde van het gebied. KWP heeft 7 miljoen betaald, moet 2 miljoen extra betalen als er wel woningbouw gaat plaatsvinden, maar dan kan die ook winst gaan maken en dat is een bedrijf. Als er geen woningbouw komt, is dus wat hij betaald heeft 7 miljoen. Of hij daarvoor zou kwijt willen, is een ander verhaal. We hebben een taxatie laten doen, globaal. En dan zou dat een prijs zijn, zelfs iets minder dan die 7 miljoen, voor een gebied waar geen woningbouw mag plaatsvinden. Wat wel in de winterbedding van de rivier ook ligt. We hebben op basis daarvan een plan gemaakt en op basis van de gebiedsvisie. En met allerlei vormen van financiering, dat kan komen uit mensen die voor een lager rendement willen investeren. Dat kan komen uit subsidies, uit dit land, uit Europa. Er zijn verschillende organisaties die ik nu nog eventjes niet met name noem, die zeer geïnteresseerd zijn. In ieder geval een commitment hebben met de problematiek en de kansen van het gebied die ook mee zouden willen doen. We hebben het volste vertrouwen in dat als wij de kans zouden krijgen het voor zo'n bedrag te kopen, dat heel goed mogelijk is en ook om het dan te ontwikkelen. Sterker, als het zover zou komen dat KWP dat niet zou willen, of wel zou willen, ook voor KWP zouden die kansen bestaan om op die manier te ontwikkelen. En ook voor de gemeente zou de kans er zijn om van diezelfde bronnen gebruik te maken om het gebied te ontwikkelen. Dus wij geven aan dat het echt kan en dat er financiën genoeg zijn daarvoor. Dank u. Als je kijkt naar KWP, de huidige eigenaar, of tenminste een deel van het gebied is van KWP, dan zie je dat ze zeggen, als wij gewoon hier woningbouw plegen, dan krijgt straks de gemeente weer een heel groot deel van de natuur terug. Hoe zit dat precies? Ja, KWP die schermt met 142 hectare wat als cadeau wordt gegeven aan de stad Arnhem. Nou, daar schermt een aantal gemeenteraadsleden ook mee van kijk eens, dit krijgen we en anders kunnen we het niet betalen en dan hebben we een heel mooi stuk natuurgebied. Wat ze daarbij vergeten is dat het toch wel een behoorlijke sigaar uit eigen doos is, want het grootste deel van het natuurgebied Meinerswijk is aangewezen als Gelders Natuurnetwerk. Daar zit dus de bestemming op vanuit de provincie, natuurgebied. Dus dat is van KWP en KWP heeft het destijds gekocht, echt met het doel om het in te zetten als ruilmiddel voor woningbouw. Want zelf kunnen zij niks met die natuur, zij mogen er weinig aan doen, ze kunnen niet opbouwen, ze kunnen niks. Dus het is voor hun een visionaire investering geweest, van we kopen dat en hebben we een ruilmiddel. Terwijl eigenlijk de bestemming is er natuurlijk, dus het is het al. Het is niet iets wat je krijgt, het is er al. Een vals cadeau. Over een paar weken is het referendum daar. Hoe gaan jullie die tijd benutten tot dat moment? We gaan proberen zoveel mogelijk ook op de straat zichtbaar te zijn. Er wordt actief geflyerd, aanbellen zeg maar, met mensen het gesprek aangaan. Want vaak alleen maar een paar woorden zegt nog niet zoveel. Je moet echt met mensen praten, dan kun je redelijk snel het probleem namelijk uitleggen. We zijn op stemmetjehart.nl ook met
feiten en mythes en dergelijke aanwezig. We twitteren vanuit verschillende kanten. En wat doen we nog meer? We komen billboards volgens mij. We hopen dat er veel posters voor de ramen worden gehangen. En zo proberen we zichtbaar te zijn. Misschien nog wat ingezonde stukken. Nou ja, het debat op straat met mensen die wij spreken. Ik denk dat dat ongeveer wel zo'n beetje het zal zijn. Ja. We doen wat we kunnen. We doen het allemaal in vrije tijd. Dus we moeten allemaal een beetje schipperen met wanneer we wat doen.